The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Andries, ga ik in doek mensen van op het werk die dat op Boralanden gewerkt hebben. En hetgeen dat jij erover zei, ze zijn allemaal een klein beetje gestoord. Oh, dat is ook zo. Ja. Dat is een van de, denk ik, hardste industriële beroepen, zowel op mentaal vlak als fysiek vlak, want er gebeurt ook wel wat natuurlijk. Er gebeurt wat, dat is gevaarlijk. Het rare was, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar ik verdiende toen $1000 per dag offshore. Dus dat was buiten de zoveel mijlzone, moest er geen belastingen betalen, allee, bla bla bla, niet al nut. Dus ik was 20 jaar, hè, of 22 jaar, verdiende veel geld. Hè. Ja. Dus, maar dan waren 2 weken weg, dan kwam er thuis. En dan was dat... Ik deed dat op. Ja. Ik heb gewoon een huis opgedaan, dat durf ik gerust te zeggen. Jij hebt dat gewoon allemaal de deur gejast. Opgedaan, ja, je bent natuurlijk ook jong. Dus het je bent jong, niet, je bent ook niet bezig van ik ga nu sparen en een hypothecaire lening aangaan. Nu en dat denk ik, niet allee, meer. Ja, zo'n lezel. Gast, had dat nou even... En al wat heb je dat opgedaan? Ja, gewoon om bullshit. Ja, om bullshit, hè. Ja. Ik heb 4 gitaren. Lees vrouwen. Nee. Alles. Hotels, zuip, uitgaan. Gitaren gekocht. Ik kan geen gitaar spelen. Oké, nog altijd niet. Oké, dat was voor in het geval dat je ooit ging leren gitaar spelen. Ja, dat is hetgeen dat ik nog altijd mijn grootste gemis is, maar daar zullen we het wel eens over hebben. Ja. Muziek. Ja. Ik kan geen muziek spelen. Ik zou zo graag muziek kunnen spelen. Ga het nog thans, dat is ook het zotste. Ik maak eigenlijk wel muziek. Wij doen dat eigenlijk al lang. En de enige gast met een hitsingle hier in de keten zit de gaan. Hoe goed is dat ook weer? Dat ik echt denk, zelfs dat hem het godverdomme niet kan, dan is hij er nog beter in dan iedereen anders. Ga ze echt redelijk... Ja, John Terra, hè? Ik wil niet... Je was ook John zo kwaad. Terra? Ja, was John, waarom was John Terra dat kwaad? Weet ik eigenlijk niet. Die omdat hem John Terra was. Die wou geen goede dag zeggen zelfs. Tegen u? Ik kwam die tegen. Ik moest toen ook optreden, want je komt in een circuit. Ik was niet kwaad, hè, man. Ik vind dat fantastisch. Dat was top, ik ben een mega fan van iemand dat zegt, weet je wat, ik kon dat doen. En die doet dat dan met meer succes dan mensen dat er heel hun leven van hebben gemokt. Dat was de slagermensen waren niet blij met u. Hè? Sommigen wel, hè. Ja, toch? Sommigen wel, maar bijvoorbeeld John Terra niet. Nee. En ik stond eens op Rimpelrock, denk ik. Want je komt in een circuit terecht waar je nog nooit van gehoord hebt. Kijk me voorstellen. Ja, maar echt. Hè, ja. En John Terra, die passeert me en ik stak mijn hand. Het was de eerste keer dat ik hem zag. Ik stak mijn hand uit om goeie nacht te zeggen. Die wou geen goeie nacht zeggen. Ja. Die gaf geen hand. En iets daarna kwam Wil Tura binnen en die zei letterlijk, waarom heb ik gisteren over de feest gehad? En ik heb op een Dos Revistas zitten dansen. Ja. En John Terra stond erbij me zo, spoelde op de grond. En die dacht dan zo, damn, Wil Tura heeft juist die gast een compliment gegeven. Ja. Terwijl ik had gehoopt dat hij op mijn kant had maar pas gestaan. Op, hè, want ik kwam David Vervoort, dat is een gast die de muziek daarvoor heeft gemaakt. Mm-hmm. En die had ook mee, daarna winner, mee, een hele hoop mensen heeft gewerkt. En die kwam ik overles tegen en die werkt met John Terra. Die zegt nog altijd geen goeie dag tegen David Vervoort. Ja. Tegen de muzikant. Dat blijft echt heel lang nazinderen bij die mensen. Wel, ja. Ja. Ja, dat is wel... Ik bleef dat wel een onwaarschijnlijk ding, want ik weet dat wij ooit eens een gesprek hebben gehad dat jij op een Halloween Comedy Night worden jij toen een speciale gast. Uh-huh. Want niemand wist dat jij dat wordt, want jij kwam ook op met zo'n screammasker. Uh-huh. En dan deden jij dat af en dan was Dos Cervezas. En een van de eerste dingen dat ik me nog herinner, was de Bart Canaerts die je naar mij kijkt. En die zegt, ja! En die trekt direct zijn broek af, want die heeft echt een enorme neiging om aan iedereen ofwel zijn piet of zijn gat te laten zien. En ik herinner me nog... Dat is grappig, want ik heb naaktfoto's van de Canaerts thuis. Ja, maar iedereen heeft naaktfoto's van de Canaerts thuis. Er zijn 2 mensen in de wereld die die niet hebben. En dat is waarschijnlijk, die is een vrouw, is er waarschijnlijk 1 van. Dat is niet normaal, dat is letterlijk de gast wiens penis ik meer heb gezien dan die van mij. Dat is echt niet normaal. Die doet dat om de 5 botten. Maar het beste was, gaat begint, hè. Dat begint... En die is letterlijk zo... Ja, en die trekt zijn broek af. En ik zeg nog, want dat heeft hem mij achteraf nog verteld, zeg... Het is zover. En wij zijn met 2 zo al gatneukend achter u over het podium voorbij gedanst. Terwijl dat was zo'n onwaarschijnlijke avond. En ik heb toen nog tegen u gezegd, met al uw verwezenlijkingen, met alles dat je gedaan hebt, gaat dat waarschijnlijk nog hetgeen zijn dat u het hardste gaat blijven achtervolgen. Ja, dat zijn... Daar ben je 100% zeker van zijn. Ik vind dat soms erg, mijn kinderen vinden dat heel erg. Die haten dat nummer. Ja? Ja, omdat die worden elke carnaval, die gaan aan skiën. Ja.
elke après-ski is het van hetzelfde. Ah, ja, tuurlijk. Haalt het dan niet. En komt dat nog altijd heel veel terug? Wordt dat nog altijd heel veel gedraaid? Voelde dat? Ik krijg, in de zomer krijg ik heel veel van mensen die ik niet ken. Via zo'n messenger krijg ik zo berichten. Ja. Van een of andere taverne in Tenerife dan, waar ze dat aan het spelen zijn. Nee, of een après-skier is. Ja.